De veehouderij moet in de komende jaren anders. Dat is de belangrijkste conclusie van een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de veehouderij in Nederland. De uitkomsten van die dialoog werden vanmorgen in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Bleker van Landbouw. Het rapport is samengesteld onder leiding van oud-minister Hans Alders. Uit het rapport blijkt dat boeren, burgers, milieu- en dierenwelzijnorganisaties het erover eens zijn dat de veehouderij niet op dezelfde voet verder kan. Dus mensen kiezen voor een toekomstgerichte veehouderij, maar dan moet het echt op zijn kop. Dus dan moeten we echt scherp tegen elkaar zeggen, dit verwachten we op het punt van dierenwelzijn, dit verwachten we op het punt van milieu, dit is nodig voor de volksgezondheid. Zeg maar in hoofdlijn. En tweede lijn is, we moeten ook veel beter met elkaar praten over de inrichting van het landelijk gebied. Want daar wonen ook andere mensen. Wat kan wel en wat kan niet? Dat is het draagvlak. Er zijn eigenlijk twee lijnen. Maar in allebei de lijnen is het duidelijk, we kunnen niet voortgaan op de weg die we nu gaan. In Den Haag staat voor ons verslaggever Jan Walen. Jan, zijn de conclusies van het rapport verrassend te noemen? Nee, dat zijn ze niet. Ze lijken heel veel op conclusies die vorige maand ook al werden getrokken door een commissie die onder leiding van de heer Van Doorn in opdracht van de provincie keek naar de Brabantse veehouderij, hoe daarmee verder moet. Ja, en eigenlijk komen ze allebei tot dezelfde soort conclusies. De stallen zullen beter moeten aansluiten bij het natuurlijk leefpatroon van dieren. De uitstoot van schadelijke stoffen zal minder moeten. Er moet meer rekening worden gehouden met de gezondheid van mensen. Daar lijkt iedereen nu van overtuigd. Dus dat urgentiegevoel dat wil ik nu benutten om ook echt stevige stappen vooruit te zetten. Ja, want de samenleving pikt het anders niet meer. Dat is de conclusie, hè? Ja, dat is een beetje. Nou, kijk, de samenleving is een beetje. Ik dacht altijd dat er 16 miljoen mensen in Nederland woonden. Maar volgens mij zijn het 16 miljoen burgers en ook 16 miljoen consumenten. De burgers pikken het niet altijd meer. Maar de consumenten die hebben nog niet altijd het idee als ze in de supermarkt staan dat ze zeggen van oké, nou ben ik ook bereid om er wat extra voor te betalen. Hoe die betere veehouderij moet worden bereikt, daarover verschillen de meningen. Dialoogvoorzitter Alders vindt dat de overheid daar de doelen voor moet formuleren. De tijd van discussie en de boerenstand het zelf laten uitzoeken is wat hem betreft voorbij. Daar moet je eerlijk in zijn. Als we nu tegen elkaar zeggen het moet anders en de staatssecretaris kiest daarvoor en de politiek volgt dat, dan moet je ook zeggen dit is de tijd die u hebt om u aan te passen. En kunt u dat niet, dan is er geen plaats voor u. In het verleden is er altijd net iets te veel begrip geweest. Dat is bijna te veel begrip geweest. Gewoon te veel begrip geweest. Voor degenen die het niet deden of die achterbleven. Daar is altijd weer ruimte voor gezorgd, et cetera. Opvallend is dat het in de dialoog nauwelijks is gegaan over de grootte van de stallen. Maar vooral over hoe zo'n stal eruit moet zien. Ja, Jan, wat wordt er nou met de conclusies gedaan? Nou, staatssecretaris Bleker die gaat er nu over nadenken. Hij vindt dat het anders moet en hij gaat dus nou formuleren wat er dan moet veranderen. En daar heeft hij een paar maanden de tijd voor. Maar één ding is duidelijk, de veehouders, ook in onze provincie, die zullen hun borst nat kunnen maken. En ook wij als consument zullen het merken, want het lapje vlees zal in de toekomst echt wel duurder worden. Jan Walen vanuit Den Haag, dankjewel.